Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Volanne video hier samen met Neok98, oftewel Koen. Jij! Jij! We gaan vandaag een 2 tegen 2 spelen, best of 5 natuurlijk, wat inhoudt dat degene die 3 rondes wint, heeft gewonnen. Aan de linkerzijde staan we natuurlijk weer Koen en ik. En aan de rechterzijde hebben wij 2 sluipmoordenaars, oftewel de vijanden. Koen? Ik moet echt een sluipmoordenaar. Ja, ik ook. Ik wou dat hij niet in de water valt, hè. Nee, in de water. Ik zou uitkijken. Deze durft niet. Oh, yo. Zo, dat was een zware avond. Die voor je. Oh, kut! Ik dacht dat ze mij had, jongen. Kijk uit voor dat water, jongen. Dit zijn die gijzers. Ja. Gaat het goed bij jou? Die van mij is al bijna dood, man. Van mij niet. Ik ben al een hele sloom speler. Oh, wat? Huh? Die van mij zat in die gijzer. Nou, kom op, Koen. Ik ga je toekijken, jongen. Wat je een beetje in Full Honor moet doen, is je moet eigenlijk een beetje wachten zo op deze manier. Wat? Totdat nee. Eigenlijk dat zou ik niet. Koen klaar is met vechten. Want het is een beetje zielig om natuurlijk 2 tegen 1 te spelen. Als je beide weer leuk vindt, dan natuurlijk zo'n subscribe like knop. Dat zou ik awesome vinden. Oh, Koen. Koen. Hoeveel levens heb je nog? Veel. Oh nee, helemaal niet. Ik ben bijna dood, lul. Maar die ook. Deze kom op, je kan het. Meer. Oh, kijk uit. Jij ook niet. Ik bemoei me er niet mee. Zoek het maar lekker met z'n tweeën uit. Ja, lekker, Koen. Kijk uit. Oh. Heb je er? Nice. Ja. Lekker, jongen. Zo. Lekker, hoor. Kijk, die zwarte rook bij jou, jongen. Nice, jongen. Ja. Lekker bezig, man. Dus ja, dus ik stond er nu een beetje bij te kijken, omdat het een beetje zielig natuurlijk is om 2 tegen 1 te gaan vechten, dus... Maar dan is het no honor. Nee, precies. Wij zijn wel honorbare. Ja, inderdaad. Oh. Oké, kom maar op. Ronde nummer 2. De eerste hebben we gewonnen. Ah, de berserker. Nu moet ik tegen die van jou. Ja, hij valt best wel snel aan, dus kijk wel een beetje uit. Ja, klopt. Maar die van mij valt wel aan. Oh, yo. Oh, deze is niet zo heel goed. Dikke bombo combo. Ik ga die van mij gewoon even verdedigen, jongen. Ik heb hem al. Heb je hem al? Ja, ik heb hij verdedigt geen één slag. Zo, kijk, jongen. Zo! Ik ben eigenlijk van mij echt keihard gek. Jammer. Hier, let op, bovenaanval. Ja, die is hier, zo jongen! Cool. Die voor je! Echt, die sluipmoordenaars moet je heel slim gebruiken, alleen dat doen ze niet echt. Ze moeten proberen weg te springen, die vijand. Ik ga ze niet helpen, by the way. Dus dan moet ik het zelf even zoeken. Nee, ik ga ze geen bericht sturen. Nee, stuur ze een bericht. Je moet beter nadenken. Weg. Ja. Die van jou is nu wel makkelijk. Oh, yo, die was nice. Dat moeten ze doen. Ze hebben geluisterd, man. Kut, kunnen ze ons horen of zo? Au. Ik word opeens gerekt. Kut, die kon ik verwachten, maar ik heb je nog verdedigd. Zo, jongens, ze zijn aan het nadenken, jongen. Ik ben dood. Kijk of zij honor hebben. Kijk of ze me gaan aanvallen. Ja, of de... Oh, joh. Doet die van mij. Niet met z'n 2 tegen 1, hè, jongens. Oh, nee, gaan ze nou echt zo zielig. Ze zijn zielig! Jullie hebben geen man, fucking probeer honor. Probeer wraak te halen. Probeer wraak te halen. Ja. Kut. Toch een beetje honor. Ja. Kutzooi. Je moest ze met een gijzer duwen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik ben dood. Fucking hell, jongen. Maar het is wel zielig, hoor. Ze kwamen wel met... Oh, zo! Ja, ik zat niet meer na te denken, man. Ik dacht, weet je wat het altijd is? Dan win je 2 rondes, weet je wel. En ik van, dit gaat wel goed. Alleen aan de 3e ronde zijn ze opeens veel beter, man. Ja, inderdaad. Dan verlies je al je concentratie, jongen. Nou, we hebben dit. Maar zij deden net wel zielig, hoor, met z'n tweeën. Oh, deze is opeens niet meer AFK. Ik ben alweer bijna dood. Hij valt zo snel aan. Hij heeft je super slow in verdedigen. Ah, kut. Je moet als zij hebben aangevallen, Koen. Wat is. Ja. Waarom gaan ze opeens zo goed? Ja, geëxecuteerd. Niet weer met 2 tegen 1, staan. Alsjeblieft. Moest wegspringen. Dat deed ik niet. Kijk, je moet als zij hebben aangevallen, dan kan ik ze mappen met mijn fucking schild, jongen. Ja, ik niet, want ik kan niet zo ver als jou beuken. Nee, dat is waar, maar kijk, als zij... Oh, kut! Dat was de verkeerde timing. Ik ben bijna dood, jongen. Nu, smukker! Nee! Oh, dat was weer hij de verkeerde heeft het door, timing. Ja, kut, jongen, ze hebben mijn tactiek door. Kut. Ik wilde van de rand vanaf.
Ja, shit, jongen, net als ik wil duwen, dan slaat. Maar dat is kut, want als jij eenmaal vierkantje indrukt, dan kan je niet meer. Tetselen. Nee, dan kan je niks meer anders doen, man. Dat is een kut timing. Ja, sla je eigen mannetje hier. Oké, Koen, we geven dit een beetje weg, man. Ja. Ik kan deze wel hebben. We moeten denk ik een beetje. Dit is easy. Wij zeiden het net tegen hun, je moet iets rustiger doen, nu moeten wij juist. Ja, wij moeten ook rustig doen. Eind mijn vizier. Sluipmoorden zijn ze naast wat lastig. Oh, je hebt geen stamina meer. Dan moet je je beuken, dan vallen ze op de grond. Wat? Klopt, wat is het een beetje dikke combo? Oh, ze ging de gijzer in! Ze stond in de gijzer, lekker slim! Ligt ze op de grond bij jou? Ja, ja, kom op, Koen. Ze deed een dikke combo opeens. Moet ik het anders overnemen of wat? Of zal ik ook even zien doen wat zij deed? Oké, you got this. You got this, Koen, ik geloof in je. Ja, dat wel. Nee, niet je mannetje gaan revive, want ik ren achter je aan, nee. Ja. Ja. Kut, sorry. Oh, ik sloeg er nog, hè. Oké, nu zijn we bij. Nu vechten, Koen. Nu gewoon vechten, ik heb deze al bijna dood. Ja, ik heb deze dood. Kut. Ik ben ook dood, Koen. Fuck, man. Hoe snel revivede die eigenlijk net, jongen? Oh, kom op. Nee, ik heb geen stamina meer. Kijk uit! Nee! Ah, nee! Maar hoe snel revivede die wel niet, joh? Ja, dat is zo'n tool, dat kun je super snel. Echt? Dat slaat echt nergens op. Ik zat in mijn aanval, hè. Lucky bastards, man. We hebben het weggegeven, Koen. Ah, rematch tijd? Rematch tijd, hè. Rematches winnen wij altijd. Rematches winnen we altijd. Op naar de rematch. Zijn we, jongens, in de rematch, der rematches. Oké, wie gaan we pakken? Pak ik rechts? Of links? Ik weet niet wat hun willen. Oh ja, het zijn een keuze al gemaakt, volgens mij. Zo, die voor je. Wifi! Uh-oh. Oh, yo. Nee, ik lig op de grond! Nee! Holy fuck, jongen! Ja, sla lekker tegen de boom aan, joh. Dat is... Oh, kut. Koen! Dit gaat niet goed, joh. Ze hebben bijna weer een andere helft gepakt. Ik ben helemaal aan het treren. Zo, ik heb die van mij hard geraakt, jongen. Wow! Wow! Verdedig! Verdedig! Nee! Ik lig weer op de grond! Oh nee, ik heb hem ontweken. Holy shit. Ik ben dood. What the fuck. Deze kan heel goed verdedigen. Kut zo, jongen. Ik ben ook echt bijna dood gewoon nu. Oh, kut. Ik weet de verkeerde kant op. Ah, oh, fuck. Shit, man. Pff, ik raakte er echt keihard op een gegeven moment. Maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg. Ik moet iets aanvallender worden, man. Nee, die sluipmoordenaar ga ik weer tegen. Oh. Ja, die kan je wel pakken. Kut, dat was ik speel het heel rustig. Ik heb die van mij. Met een excuus, dus ik heb weer helft erbij, man. Die voor je, oh ja, ik moet gewoon... Dat kan ik ook moet... niet gerevived worden. Ik moet iets sneller moet ik aanvallen, man. Dat is voor mij wel denk ik belangrijk hier. Kijk, kom op, Koen. Ja, lekker hoor, Koen. Normaal. Lekker, man. Easy. Ik moet zelf persoonlijk iets sneller aanvallen. Ik deed ja, de ik eerste meer ronde deed ik het iets te rustig. Maar nu deed ik het sneller. Jij ik moet iets minder, want ik word telkens geblokkeerd. En dan kunnen ze counteren. Ja, dat is waar. Ja, dan moet je goed moet er gewoon één keer, maar dat duurt wel wat langer. Ja, maar ja, boeien. We hebben de tijd, hè. Dus het maakt niet uit. Ja, easy. En dan kan je altijd helpen als ik die van mij heb. Nu wil ik die wel kuren. Nee, wacht, wat gaan ze doen? Jezus, hey, met z'n twee op mij? Wat is dit voor onzin, man? Ik heb die wel kuren, ben ik. Die is voor mij nu. Kijken wie de master is. Wat, hoe heeft die wraak? Ik heb wraak. Ja, maar die duwt van hun ook. Ik had heel snel wraak omdat ze me met z'n tweeën aanvielen, jongen. Die sukkels. Deze heeft ook wraak. Hij heeft me echt heel hard geraakt daardoor. Echt? Ja, Ik heb die van mij met executie, man. Je kan dit, Koen. Je kan dit. Huh? Ja, ik kon niet zien waar die aan ging aanvallen. Oh, kut! Dat was een verkeerde dodge. Deze naar achter. Oh. Ja, shit, jongen! Maar ik weerde die, toen ik op de grond lag, weerde ik hem nog af. En vorige keer had ik die wel afgeweerd, maar nu deed hij het niet. Ja, kan niet. Kan niet? Maar de eerste ronde had ik die wel. Tenzij hij veel te slow was. Echt? Ah, oké. Shit.
Ik dacht dat ik hem nu weer kon afwinnen, maar dat werkt dus niet. Fair enough. Shit, man! Aan het begin zaten ze met z'n tweeën op mij, hè, die motherfuckers. Ja, die had je niet verwacht, hè? Ja, deze had ik ook niet verwacht van dit wijf. Ja, deze had echt heel veel moves. Dat wij... Oh, kut. Ja. Ik heb die van mij hard geraakt, Koen. Ja, ik heb die van mij ook al. Ik heb die van mij dood, die van mij is dood, die van mij is dood, die van mij is dood. Woe! Lekker, Koen. Kom op, lekker, Koen. Kom op, hey, jongen. Je krijgt er. Ik ga wel hier staan voordat ze weer gaan reviven, jongen. Oh, lekker hoor. Ja, ze, goed zo. Ze liep weg. Ja, ze wilde denk ik gaan reviven, maar ik liep al terug, hè. Ik dacht, die gaat niet weer reviven. Dat heb je de vorige game al gedaan. Oké, 2-2, Koen. Ja, inderdaad. Gaan de sluipmoord, daar moet ik gewoon op afstand gaan wij honor hebben of niet? Tuurlijk. Ja, oké. Ja, ik dacht misschien wil je het vies spelen, weet je. Je weet het niet. Ik wil die sluipmoordenaar, die zal... Oh, wacht. Ik doe wel tegen weer die Valkyrie. Ja, die kan je wel, joh. Die kan je wel. Oh, ik heb er heel hard geraakt. Zo, die is goed afgeweerd, ja. Top. Ik word ook kaart geraakt, bro. Zijn we daar meer? Kut. Blijf zo verspeilbaar. Ik heb geen stamina meer, man. Dus ik ben even... moet even stamina erbij krijgen, houden. Ik heb er dood. Oké, lekker. Oké, ik heb honor, hè. Oh, wacht, ik ga wel staan hier. Zodat ze niet gerevived kan worden. Ja, nee, precies. Want ze ging al rennen, hè. Als ik me iets zo dichtbij komt. Oeh. Die was hard voor de jongen, zag je het? Ja, ze heeft... Kom, hoppa, easy, ja, ja. Easy, jongen. Ik ontweek nu iets meer, terwijl het eigenlijk de rol van de sluipmoordenaar is. Hey, lekker hoor. Dit waren op zich wel... Aan het begin hadden we twee rondes makkelijk gewonnen, maar... Ze hebben zichzelf wel hersteld, vind ik. Ze gingen wel wat logisch nadenken, maar wij gingen ook weer iets logischer nadenken. Dus counter logisch nadenken. Precies. Dus we hebben gewonnen. Ja, ik zeg het je, rematches winnen wij altijd, Koen. Makkelijk. Oké, ja. Niet altijd. Sst, hoeft niemand te weten. Nee, precies. Jongens, mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zijn kaart op like op. Vergeet niet te abonneren natuurlijk op mijn kanaal voor meer van Anne. Check natuurlijk ook Koen's Twitter uit voor meer tweets over van allerlei soorten onderwerpen. Letterlijk van allerlei soorten onderwerpen. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye.